Dit is Elin. Elin is 3 jaar, hè? Ja. En Elin is gewoon een hele gezonde, vrolijke peuter. Onze dochter is op 15 augustus 2020 geboren. Na een perfecte zwangerschap, een perfecte bevalling en eigenlijk ook een perfecte kraamweek. We zaten oprecht op een roze wolk. Dus ja, er was niks wat eigenlijk onze wolk kapot kon maken. Het was echt fantastisch. En toen ging helaas het telefoontje van de dokter. Dus ik zag dat de dokter belde. Ik dacht eigenlijk nog, goh, wat leuk, die komt ons ook nog even feliciteren. Maar zij nam op, of ik nam op en ze zei, ja, met de huisarts. Ik heb zojuist de uitslag van de hielprik binnen en die is niet goed. Dus jullie moeten nu met spoed naar de SEH. En daar zullen jullie opgevangen worden door de kinderarts. En ik vroeg nog, wat is er dan? Ja, het is niet goed met haar schildklier. En zo werd eigenlijk opgehangen. Ja, zo stapten wij eigenlijk in volle paniek de auto in, afscheid genomen van onze oudste. Nou, die riep nog, mama, wanneer zie ik jullie weer terug? Ja, wisten wij het? Schildklier? Ja, ik wist dat je hem had. Maar eerlijk gezegd, wat hij deed en dat daar iets mis mee kon zijn, nee, dat nooit over nagedacht. Ja, dan val je meteen gelijk van die roze wolk af. En wij zien nu ons kind echt opbloeien. We hebben een vrolijke peuter van 3 jaar die het gewoon supergoed doet. In principe heb ik wel eigenlijk wel zoveel mogelijk alles altijd wel meegedaan. En ik denk misschien, ja, misschien is dat ook een karakterdingetje, maar ik denk eigenlijk dat ik wel dacht van, oh, als iemand zegt van, dat kun jij niet, dan denk ik, oh, let jij maar eens op. Ja, verder deed ik eigenlijk altijd alles mee. Waren er niet echt dingen waarvan ik dacht van, nee, dat heb ik echt nooit kunnen doen door mijn schildklierprobleem. Voor mijn ouders was het natuurlijk een heel erg grote schok. En zeker in die tijd toen ze nog heel weinig over behandeling konden vertellen. Mijn moeder heeft heel vaak verteld, we moesten je naar het ziekenhuis brengen. Daar kreeg jij een ziekenhuiskleedje aan. We kregen een tasje met kleren mee naar huis. En ik ging op jouw kamertje zitten en ik dacht, dit was het. Ik lever mijn kind in, die zie ik niet meer levend terug. Dat vind ik ook wel heel verdrietig als ze daarover vertelt. De reden dat ik dit soort dingen doe, is dat ik echt andere ouders wil laten zien dat het echt goed komt. Want ook nu, hè, de ouders die ik nu lees op Facebook, die een kindje krijgen met CHT, ja, de roze wolk is wel verkleurd. En ook al zijn al die verhalen er, ik denk dat het fijn is voor ouders om ook CHT'ers te zien die volwassen zijn en die al die fases al gehad hebben. Om te zien, oh, het komt ook echt goed. Het komt echt goed. En zeker nu de behandeling veel eerder start dan in mijn tijd. En bij mij is het al zo goed gekomen. Dus dan moet het nu helemaal goed gaan werken, zeg maar. Welkom bij de schildklierwebinars van de Schildklierorganisatie Nederland. Webinars over het leven met een schildklieraandoening. In elke aflevering spreken we met zorgprofessionals of ervaringsdeskundigen. U krijgt betrouwbare informatie, interessante inzichten en praktische tips. Fijn dat u kijkt. Ik ben Marlies Moor, directeur van de Schildklierorganisatie Nederland. De patiëntenorganisatie voor mensen met een schildklieraandoening en hun naasten. Deze aflevering gaat over CHT, congenitale hypothyreoïdie, een aangeboren schildklieraandoening. Ik spreek met mevrouw dokter Nita Swaveling Sonawala, kinderarts endocrinoloog, en professor dokter Paul van Trotsenburg, kinderarts endocrinoloog. Beide verbonden aan het Amsterdam AMC, het Emma Kinderziekenhuis. Fijn dat jullie er zijn en dat we met jullie mogen praten over CHT. Wat staat voor congenitale hypothyreoïdie? Het is een lastig woord, maar dat is voor jullie natuurlijk gesneden koek. Gesneden koek, ja. Gesneden koek. Zeker. Maar wat betekent het precies? Ja, congenitale hypothyreoïdie betekent aangeboren tekort aan schildklierhormoon. Congenitaal is aangeboren. En hypothyreoïdie is een tekort aan schildklierhormoon. Dus het is een tekort aan schildklierhormoon waarmee je geboren wordt. En is dat belangrijk als je dat schildklierhormoon niet hebt, niet aanmaakt? Enorm belangrijk. Want schildklierhormoon is een hele belangrijke stof. Gedurende het hele leven, om de stofwisseling op het juiste niveau te laten draaien. Gedurende de kinder,
leeftijd om een normale groei te hebben. En misschien wel het allerbelangrijkste om de hersengroei en ontwikkeling na de geboorte, maar ook al voor de geboorte, optimaal te laten verlopen. Onmisbaar hormoon dus. Echt onmisbaar. Ja. Ja, want dat zou dus ook betekenen als dat hormoon er niet is, dat er enorme effecten zouden kunnen optreden. Maar daar komen we, denk ik, zo nog wel eventjes over. Het antwoord is ja. En als je dan hoort dat je baby inderdaad congenitale hypothyreoïdie, mogen we het verder CHT noemen, denk ik. Dat praat in ieder geval voor mij makkelijker. Heeft. Waar zou je, ja, als je weet dat die diagnose is gesteld, wat zou je kunnen merken aan je baby? Bedoel je direct na de geboorte? Het is tenslotte een aangeboren probleem, bedoel je dat? Ja, want je hoort het na een aantal dagen. Hè? Als je kindje CHT heeft, dan hoor je dat naar aanleiding van de uitslag van de hielprik, begrijp ik? Klopt. Of? Ja, in Nederland worden alle kinderen met de hielprik gescreend op CHT. En dat is rond de vijfde levensdag ongeveer. Dus de diagnose wordt dan heel snel gesteld. En eigenlijk zien we dat de meeste kinderen pas dan de diagnose CHT krijgen. Ja. Dus we zien eigenlijk geen kinderen met echt klachten voordat die screening gedaan wordt. Ja, dat is natuurlijk ook zo snel. Ja, ik kan mezelf herinneren dat ik het heel zielig vond, die hielprik. En volgens mij vindt elke moeder dat heel naar. Maar dus essentieel om onder andere te kijken of het schildklierhormoon al dan niet aangemaakt wordt. Ja, ja, niet alleen naar CHT, maar er wordt naar heel veel andere aandoeningen ook gekeken. Ja. Dus het is een hele belangrijke screening. Ja, en sinds wanneer wordt er gescreend op de aanwezigheid van schildklierhormoon? Dat is alweer een hele tijd geleden. Meer dan 40 jaar inmiddels, 1981. In 1981 is de screening gestart. En sindsdien wordt aan alle pasgeborenen die hielprik aangeboden, of aan de ouders, hè, wordt het aangeboden. Ja. Het is niet verplicht. En gelukkig doen echt verreweg de meeste ouders en natuurlijk dan hun pasgeboren mee aan die hielprikscreening. En dan natuurlijk een vraag die heel veel ouders zullen hebben van: wat zijn de oorzaken van CHT? Waarom heeft mijn kindje dit of krijgt mijn kindje dit? CHT is dus een aangeboren tekort aan schildklierhormoon. En de schildklier ontwikkelt zich al heel vroeg in de zwangerschap. Met een paar cellen die zich eigenlijk vanaf de mondbodem ontstaan en gaan afdalen tot laag in de hals. En dan vormt zich een vlindervormig orgaan. En ergens in dat proces, in het vormen van die schildklier, kan iets misgaan. En dat noemen we een aanlegstoornis. Dan is er een afwijkende aanleg van de schildklier. En de schildklier kan dan helemaal afwezig zijn. Maar het kan ook zijn dat de schildklier wel een beetje tot ontwikkeling is gekomen, dat er een stukje schildklier is. Dat is de meest voorkomende oorzaak van CHT. In ongeveer 30% van de gevallen gaat het om een schildklier die wel is aangelegd, maar het niet doet. Dat noemen we een aanmaakstoornis. Dan heb je een schildklier die niet goed in staat is om schildklierhormoon te maken. Dus je hebt de aanmaakstoornissen en de aanlegstoornissen. Hoe vaak komt het eigenlijk voor dat kindjes de diagnose CHT krijgen na de geboorte? In Nederland worden ongeveer zo'n 80 kinderen per jaar geboren met CHT. Wat gebeurt er nou als ouder? Je hebt ga je met je kindje naar het consultatiebureau? Gebeurt daar de hielprik? Nee, het gebeurt thuis. We hebben een heel mooi systeem in Nederland. Ja. De hielprik wordt thuis verricht. Ja. En dan duurt het? Hoeveel dagen dat je als ouder dat hoort? Of word je gebeld als het niet goed is? Hoe werkt dat? Hoe vroeger de hielprik gedaan wordt. En de hielprik wordt in het algemeen gedaan op de vierde levensdag. Daar wordt naar gestreefd. Maar gemiddeld genomen is het, wat jij al zei, gauw de vijfde levensdag. Maar de vierde levensdag is eigenlijk de dag waarop het moet gebeuren. Mm-hmm. En dan als de uitslagen van de hielprik sterk afwijkend zijn, waar direct verwijzing naar een kinderarts, dan wel kinderarts en de kinderloog, opvolgt. Ja, dan gaan er zo'n, nou, niet als wij zien die kinderen, meestal, ik denk op dag 8 à 9. Dus dat gaat snel. Geboorte. Ja, ja, dan zit er maximaal 4 à 5 dagen tussen het moment van de hielprik en het zien van de pasgeboren met een afwijkende hielprik uitslag in het ziekenhuis. Het streven is ook om kinderen binnen de eerste 2 weken te behandelen. En wat zijn precies de stappen? Dan komen ze hier binnen en dan wordt er dus eerst dat bloedonderzoek gedaan. Dan praten we natuurlijk met ouders om te vertellen waarom ze naar het ziekenhuis verwezen zijn. Mm-hmm. En dat is denk ik heel belangrijk om dat op een goede manier te doen. Duidelijk mogelijke bewoording, snappen wat er aan de hand zou kunnen zijn en dat dat nagekeken moet worden. En dat bevestigd moet worden of er daadwerkelijk sprake is van congenitale hypothyreoïdie of dat er misschien toch sprake is van een afwijkende uitslag die vals positief was, waar we het net over hadden. En baby's krijgen ook een scan, geloof ik, hè? De zogenaamde schildklierscan. Oké. Die verrichten we in het algemeen
kort nadat we de diagnose gesteld hebben door middel van het allereerste bloedonderzoek, waarin we de hormonen, waar we met schildkierhormoon meten en het TSH-gehalte, het schildklier aansturend hormoon dat door de hypofyse gemaakt wordt. En als dat wijst op een schildklierprobleem, dus een aanlegstoornis van de schildklier of een schildklierhormoon aanmaakstoornis, verrichten we in het algemeen een schildklierscan om één te kijken of, of de schildklier op de normale plaats in de hals ligt. En dat is net voor het strottenhoofd onder het, of eigenlijk net voor de, of voor de luchtpijp net onder het strottenhoofd. Of dat die op een andere plek en vaak dan wel kleiner aanwezig is. Of dat die gewoon op de normale plaats ligt. Wat voor plekken kan zo'n schildklier dan nog meer zitten? Ja. De schildklier wordt ontstaat, wordt aangelegd dat wat later de achterkant van de tong is. Als een klein groepje schildkliercellen. En dat groepje schildkliercellen daalt af in de hals naar voor wat later dus net onder het strottenhoofd is voor de luchtpijp. En als een schildklier niet goed aangelegd wordt, kan dat betekent dat er helemaal geen schildkliercellen aanwezig zijn. Dat noemen we schildklieragenesie, een afwezig schildklier. Maar het kan ook zijn dat de schildklier wel begint als het ware te groeien als klompjes cellen, maar dat die blijft hangen in dat wat later de achterkant van de tong is, of iets lager tussen de tongbasis, op weg naar de eindpositie. Ja. En dat noemen we een ectopische schildklier. En ectopisch betekent op een afwijkende plaats liggend en dan ook vaak kleiner dan normaal, dus ook minder goed werkend dan normaal. Ja. Dus met zo'n scan, en ik zal zo nog iets vertellen over wat we dan precies doen, kun je heel goed zien of en waar er schildklierweefsel is. En we kunnen ook iets zeggen of de schildklier goed het belangrijke element goed kan opnemen. En dat is jodium. Jodium is een van de belangrijke bouwstenen van schildklierhormoon. En het is een scan die we doen met radioactief jodium. We spuiten een heel klein beetje radioactief jodium in bij de baby. En omdat de schildkliercellen een van de weinige schildklier of celtypes zijn in het lichaam die jodium opnemen, kun je dat heel mooi kun je zien. Heel goed afbeelden met een camera, ja, die de milde straling die dat radioactief jodium uitzendt, kun je opvangen en dan kun je precies zien waar de schildklier zit. Maar je kunt er ook het vermogen van de schildklier om jodium vast te houden mee testen. Nou, dat is een ingewikkelde procedure, maar het is dus een onderzoek dat we doen met licht radioactief jodium. Het is dus een schildklier scan. Scan, ja. We hebben net gesproken over ongeveer 80 kinderen per jaar die deze diagnose krijgen. Is er iets te zeggen over bij hoeveel kinderen die schildklierscan toegepast wordt? Of? We bevelen aan om dat, als het even kan, bij alle kinderen te doen. Ja. Maar dat lukt niet altijd omdat je er ook weer een verhoogd TSH voor nodig hebt. Toch niet, als je... Ja, je moet die scan eigenlijk doen helemaal in het begin, voordat je met medicatie de TSH genormaliseerd hebt. Want eigenlijk moet het een schildklier zijn die zo hongerig is dat het jodium inbouwt. En dat doet hij onder invloed van een hoog TSH. En soms heb je gewoon niet de tijd om zo'n scan te regelen. En dan start je met behandeling en dan is het TSH al binnen het normale gebied. En dan kan je het, dan moet je het achterwege laten. Ja, en dat is altijd de regel die we hebben. Stel nooit de behandeling uit om te wachten tot die scan na een paar dagen kan. Dus we starten met behandeling. En als je een heel hoog TSH gehad hebt bij de geboorte, omdat er bijvoorbeeld niet of nauwelijks schildklierweefsel aanwezig is, dan duurt het echt wel een aantal dagen voordat het TSH een beetje normaal wordt. Dus dan heb je de tijd om die scan te plannen. Ja. Maar als het licht verhoogd is, dan is het TSH zo genormaliseerd en dan kun je die scan niet meer goed doen. Nee, dus het is een optie, het is niet een verplichting in het traject van het zorgpad. Of zeg jij in grote lijnen Nee, wel? Het is niet, absoluut niet verplicht. Niets is verplicht, hè? Nee, maar het is altijd advies, toch? Ja, je hebt twee beeldvormende onderzoeken. Scan met radioactief jodium en je hebt een echo die je kan maken. En een echo is natuurlijk wel veel makkelijker om te verrichten, maar we weten dat een echo bij zo'n baby met een hele kleine hals niet altijd makkelijk is om te verrichten en om dan de schildklier te herkennen. Ja. Dus daarom is eigenlijk de combinatie echo en scan geeft de meest duidelijke diagnose en wat heb ik precies aan de hand. En die scan is toch weer, daar krijg je een zekerder uitslag van als die op het juiste moment wordt gedaan dan de echo. Omdat het beoordelen van de plaatjes die je met zo'n echo maakt gewoon best wel lastig is, zoals jij net uitlegde. Ja, en ik kan me voorstellen dat je als ouder denkt, wat betekent dat voor mijn baby, zo'n scan? Radioactief. Nou, die radioactiviteit is niet schadelijk. Het is een radioactiviteit die vooral een lichtsignaal uitgeeft. Dus daardoor kan het mooie plaatjes
geven, maar het beschadigt de schildklier of de rest van het lichaam niet. Maar het betekent wel een dagopname en de plaats van een infuus om dat stofje toe te dienen. En daarna worden er plaatjes gemaakt met een camera, maar dat is voor een baby die eigenlijk sowieso nog heel veel slaapt niet heel belastend. Nee, oké, want ik kan me voorstellen dat dat een vraag is die je als ouder ook snel hebt. Ja. Ja, en hoe zwaar, want ouders, als je hoort dat je kindje iets heeft, dan ben je sowieso, denk ik, helemaal in shock. En dan wil je als ouder eigenlijk als allereerste weten, hoe ernstig is het volgens mij? Wat zeggen jullie dan? Eigenlijk proberen we al heel snel gerust te stellen. Want ook al is er sprake van CHT, het is ontzettend goed te behandelen. En de behandeling is ook relatief eenvoudig. Dus kinderen hebben een hele goede prognose als je gewoon vroeg start met behandeling. Dus daar doen we het voor, die screening, dat kinderen vroeg kunnen starten en dan een uitstekende uitkomst hebben. En dat proberen we gelijk in het eerste bezoek ook duidelijk te maken. Ja, want dat lijkt me heel belangrijk om even, dat is een hele goede aanvulling ook al, van eerst gaan we zitten en met elkaar in gesprek van waarom, hè? Wat is er nu gebeurd en wat gaat er nu verder gebeuren en wat betekent dat? Dus het is wel geruststellend dat je dan ook al kan zeggen van nou, we weten dat er heel goed mee te leven is. Dan is die ouder in gesprek met jullie en jullie hebben hopelijk kunnen geruststellen. En dan wordt er getest, hè, bloedtesten van klopt die uitslag. Dat is de eerste stap. En dan gaan jullie over tot het starten met medicatie of wacht je daarmee? Nee, en naast dat we het bloed afnemen om zo snel mogelijk iets te weten te komen over het schildklierhormoongehalte in het bloed. En ook dat hormoon dat door de hypofyse gemaakt wordt, dat de schildklier aanstuurt. En daar kunnen we met die twee bloedwaardes kunnen we heel goed vaststellen, is er nou een probleem of is er geen probleem. Dan hebben we natuurlijk ook nog gesprek met ouders van, goh, heb je bijzondere dingen aan je kind gezien? Komt dit probleem, als het er is, in de familie voor? Heeft moeder zelf misschien een schildklierprobleem? En we kijken natuurlijk, de pasgeboren baby kijken we na. En dan deze informatie, maar vooral die bloeduitslagen maken natuurlijk, dan komen we op het punt te staan, moeten we wat of gaan we, of hoeven we niets te doen? Ja. Of wachten we misschien zelfs nog heel eventjes met behandelen als de uitslagen licht afwijkend zijn, waar we nog even de tijd hebben om het aan te kijken. Zou er dan een kans zijn bijvoorbeeld dat een schildklier toch nog wel gaat functioneren als die waarde licht afwijkt? Of werkt het niet zo? Er zijn ook gewoon hele milde vormen van CHT. En het is wel zo dat bepaalde milde vormen voorbijgaand kunnen zijn. Dus dat, dan kan je afwachten in de eerste levensweken. Maar wat vaker ook gebeurt is dat er nog twijfel is. Is het nou wel of niet CHT? En dat kan ook een reden zijn om af te wachten. Maar bij bepaalde waardes weet je gewoon zeker dit is CHT. En dan ga je behandelen en dan ga je daarna op zoek naar de oorzaak. Want het starten van behandeling moet niet uitgesteld raken. Uiteindelijk maakt de oorzaak niet zoveel uit voor de behandeling, want de behandeling is het geven van schildklierhormoon. Ja, en daar hebben we recent ook de aanpak hebben we echt heel scherp op papier gezet, beschikbaar voor alle kinderartsen in Nederland, dat als het klip en klaar is, moet onmiddellijk behandeling gestart worden. Maar bij bepaalde bloedwaardes nemen wij en kan iedereen even de tijd nemen om te kijken of het probleem niet zo mild is dat behandeling mogelijk niet nodig is. Maar dan is de grens echt de leeftijd van 4 weken. Want voor de leeftijd van 4 weken moet je nog niet beslissing nemen. En die is ook weer spijkerhard. Ja. Dus we hebben spijkerharde waardes om te beslissen van, nou, dit is een reden om onmiddellijk te starten. Ja. En we hebben ook harde afspraken over wanneer kun je je handen op de rug houden. En als we dan, we praten natuurlijk over een beperkt aantal kinderen per jaar. Vinden jullie dan dat deze kinderen door elke reguliere kinderarts behandeld kunnen worden? Of zouden jullie echt willen adviseren, die expertise, omdat het om zo weinig patiëntjes, als je patiëntjes wil noemen, of kindjes met een schildklieraandoening gaat, dat je zegt, van dat, daar heb je echt mensen voor nodig die specifiek hier die ervaring hebben? Het belangrijkste punt is de ervaring. Heeft degene die ouders spreken, het kind nakijkt en de beslissing neemt wel of niet behandelen op basis van de bloedslagen, voldoende ervaring om dit te doen. En niet alleen maar met de afspraken die we over wel of niet behandelen gemaakt hebben, maar ook voldoende kennis en ervaring met dit probleem om ouders niet alleen gerust te stellen, maar ook soms best specifieke vragen te beantwoorden. En dat in het algemeen hebben kinderarts en endocrinologen voldoende ervaring hiermee, maar er zijn ook algemeen kinderartsen die ervaring hebben. Maar ervaring is hier denk ik echt het sleutelwoord. Ja,
Maar dat is natuurlijk best lastig om die ervaring op te doen met zo weinig patiënten per jaar. Klopt. Ja. Ja. Maar het zou net zo kunnen dat een kinderarts daar ervaring mee heeft. Ja. Hier heb je het over aandoeningen van een schildklier aandoening van de moeder. Maar er zijn ook erfelijke vormen van congenitale hypothyreoïdie. En dat geldt in sterke mate voor de schildklierhormoon aanmaakstoornis waar je het over hebt. Dat er wel sprake is van een schildklier op de normale plaats in de hals. Maar dat het fabriekje wat die schildklier is. Nee, dat het fabriekje wat die schildklier is niet goed werkt. Ja. En dat zijn vaak erfelijke vormen waarbij, als het kind dit blijkt te hebben, beide ouders drager zijn van een stukje genetische code wat net niet helemaal oké is. En als ze nou net dat stukje genetische code allebei doorgeven aan hun kind, dat het kind de aandoening heeft, terwijl de ouders het niet hebben, maar waarbij er misschien elders in de soms grote familie wel eenzelfde soort schildklierprobleem bestaat. Dus daarom is die het uitvragen van hoe zit het in de familie, is er eerder eenzelfde probleem ergens in de familie vastgesteld, kan een aanwijzing zijn voor bijvoorbeeld zo'n erfelijke vorm van congenitale hypothyreoïdie. Goed, je hebt een baby. Je hebt net gehoord dat de baby de diagnose CHT heeft gekregen. En dan komen er allerlei vragen naar boven bij je als ouders. En ik denk dat een van de belangrijkste vragen is van wat betekent het voor de ontwikkeling van de baby? Nou, we weten dat als we vroeg starten met behandeling, het liefst binnen de eerste 2 weken na de geboorte, dat kinderen zich uitstekend kunnen ontwikkelen. Het schildklierhormoon is heel belangrijk voor de hersenontwikkeling. Dus door vroeg de behandeling kan je zorgen dat dat gewaarborgd blijft. Het is wel zo dat kinderen als groep gezien zich prima ontwikkelen en ook een IQ hebben binnen het gemiddelde. Maar er zijn kinderen die net wat meer problemen met ontwikkeling laten zien. En dat uit zich in een fractie lager IQ-score, maar nog steeds binnen het gemiddelde. Maar als je dan bijvoorbeeld heel kritisch zou vergelijken met gezonde broertjes en zusjes, kan dat net iets minder zijn. Ja, maar dan praten we echt over een fractie van verschil. Ja. Wij kwamen heel snel in contact op de Facebookgroep van CHT-kinderen. Nou, dat is heel laagdrempelig. Je kunt daar je vragen stellen. Het zijn er alleen maar ouders van kinderen met CHT die ook hun ervaringen daarin delen. Bijna iedereen ook gewoon beaamt, ja, onze dochter of zoon heeft CHT, maar ja, dat is het. En je hebt daar voor de rest, als je gewoon op tijd de medicatie geeft en je bent gewoon je onderzoeken om de zoveel maanden, of hoe ouder ze worden, de tijd verder gaat, dat is het maar. En het is niet meer dan dat. Stel, je hebt net gehoord na de hielprik screening dat je kindje congenitale hypothyreoïdie zou kunnen hebben. Waar zou je dat aan kunnen zien bij je baby? Waar zou je dat aan kunnen merken? Ja, we screenen de kinderen natuurlijk heel vroeg. Dus meestal ontdekken we het voordat kinderen überhaupt symptomen laten zien. Maar in sommige gevallen kan je het wel merken. Schildklierhormoon is van belang voor de stofwisseling. En wat je kan merken is dat een kind bijvoorbeeld wat moeizamer drinkt, wat vermoeider is, wat meer slaapt. Soms kan een kind wat ondertemperatuur hebben, moeite hebben om zijn temperatuur op peil te houden. Dat zijn dingen die kunnen voorkomen. En enkele keer, heel veel baby's zien een beetje geel na de geboorte. En dan zien we dat die gele kleur wat heftiger is, maar ook langer aanhoudt. Want het een beetje geel zien na de geboorte, nogmaals, dat hebben heel veel baby's, maar dat is meestal na 2-3 dagen is dat weg. Ja. Maar hier zie je dat het heftiger is en veel langer aanhoudt. Ja. Wat ook dan wel weer leuk is, als je dan start met behandeling, dan zeggen ouders wel eens van, ik had zo'n rustig kind en nu is het opeens veel onrustiger. Dan juist zoals het zou moeten zijn. Precies, dan komt de ware aard naar boven. Ja. Ja. Maar het belang van de hielprik is dat bij verreweg de meeste kinderen er weinig tot echt geen duidelijke symptomen zijn. Je ziet het in heel veel gevallen gewoon niet. En jullie gaven al even eerder aan, als dan een kindje goed op medicatie wordt ingesteld, dan eigenlijk is er nauwelijks verschil met kinderen die deze aandoening niet hebben. Zijn er toch wel kleine verschillen? Of? Ja, ik denk dat dit is een dit geldt voor de groep kinderen. Mm-hmm. Maar niet als wij hebben best veel kinderen onder controle en we horen toch wel dingen. Ja, als groep zitten kinderen echt rondom het gemiddelde. Als je het hebt over intelligentie, IQ, ontwikkeling. Maar er zijn kinderen die toch net wat meer problemen
ervaren. En dat komt ook wel uit studies naar voren. Als je kijkt naar grote groepen kinderen met CAT. Vooral de kinderen met de meest ernstige vorm van CAT. Dus de laagste schildklierhormoonwaardes bij de geboorte. Die kunnen een fractie lagere IQ-scores laten zien. En vooral ten opzichte van bijvoorbeeld broertjes en zusjes uit hetzelfde gezin. Die geen cognitale hypothyreoïdie hebben. En nog steeds in de bandbreedte van normaal, maar gewoon net ietsjes minder goed scoren. En een ander ding dat vaker gezien wordt, is een iets minder goede motorische ontwikkeling. En dat uit zich met name door een bepaalde houterigheid. Dus bijvoorbeeld moeite met het vangen van een bal. Hinkelen, leren fietsen zonder zijwieltjes. Dat zijn dan de dingen die wel gaan verschil, op een gegeven moment. Ziet. Maar waarbij het wat minder gemakkelijk gaat om dat onder de knie te krijgen. We hoorden bijvoorbeeld laatst van een kindje dat tijdens zwemles moeite had met het maken van kikkervoetjes. Dat soort kleine dingetjes waar je prima mee kan leven. Wat mensen ook zonder CAT kunnen hebben. Niet iedereen is even handig en lenig. Maar het valt op dat bij CAT wat vaker voorkomt. Ja. En dan is er nog iets wat gelukkig best weinig voorkomt. Maar wat ook weer alles te maken heeft met de rol van schildklierhormoon tijdens de ontwikkeling van een kindje in de baarmoeder. Schildklierhormoon is belangrijk voor de ontwikkeling van het gehoor. En door ernstig schildklierhormoontekort, wat er natuurlijk ook al in de baarmoeder is bij het kindje, kan bij een klein percentage kinderen ook het gehoor net wat minder goed zijn. Zodat in de eerste 1-2 levensjaren kan opvallen dat de spraakontwikkeling wat moeizamer verloopt. En dat is dan echt een reden om gehooronderzoek te laten plaatsvinden. Om dat uit te sluiten of te bevestigen. En om daar dan bijvoorbeeld logopedie op in te zetten. En dat is maar een paar procent van de kinderen. En maar het komt voor. Het komt af en toe voor. En dat is blijvende schade dan toch vaak? Ja, het is toch ook een soort kleine ontwikkelingsstoornis van het gehoor. Maar daar kan hulp voor nodig zijn om dat optimaal te laten verlopen. Of in ieder geval beter dan te verlopen. En misschien zelfs logopedie kan al heel erg helpen als dat. Dus dat zijn ook echt dingen die in gesprekken met de ouders en de kinderen als ze komen. Jullie weten precies van dit zou kunnen. Want misschien als ouder denk je niet meteen, als je kind niet zo goed een bal kan vangen, dat te maken heeft met. Dus dat is heel goed om te weten, denk ik. Ja, als je er alert op bent, dan kun je een kind gewoon op tijd ondersteunen erin. Ja. Zoals bijvoorbeeld bij die spraaktaalontwikkeling. Dat je dan eerder geneigd bent om het gehoor te testen bij een kindje met CAT dan een ander kind. Ja, maar dit geldt echt voor een klein percentage van de kinderen met congenitale hypothyreoïdie. Die gehoorproblematiek en die houterigheid zien we denk ik iets vaker. Maar dan zijn het vooral de kinderen met de ernstigste vorm, dus de laagste schildklierhormoongehalte in het bloed bij de geboorte, die hier het grootste risico op hebben. Ja. Maar ook daar gaat het gelukkig weer heel vaak ook gewoon goed. Ja. Dus het is niet één op één gekoppeld aan een ernstig schildklierhormoontekort. Nee, wat ik begrijp uit jullie verhaal is dat het uiteraard, het is een chronische aandoening en er moet meteen actie op ondernomen worden, zo gauw het ontdekt wordt. Maar er is heel goed mee te leven. En met kleine ondersteuning soms zijn ook de kinderen die wat meer last hebben, kunnen zich heel goed ontwikkelen en hun waarden en hun zeg maar hoe ze zich bewegen in het leven zijn eigenlijk gewoon normaal waarden. Nou, en zijn ze ook gewoon normaal? Ja. Want als ik een kind met vroeg opgespoorde congenitale hypothyreoïdie die goed behandeld is, tussen 10 kinderen binnen een groep van 10 kinderen zit, pik ik hem of haar er niet uit. Echt niet. Nee. Dus het gaat heel goed met de kinderen die vroeg opgespoord en behandeld zijn. Ja. Ja. Een andere vraag die ik me heel goed kan voorstellen is van dat je je als moeder afvraagt van, had ik iets anders kunnen doen? Is er tijdens mijn zwangerschap iets wat ik gedaan heb waardoor dit ontstaat? Nee, daar zijn we heel duidelijk in. Dat is gewoon niet het geval. We weten niet wat precies de oorzaak is van die aanlegstoornissen. Want je hebt dus als twee grote groepen oorzaken van CAT. De aanlegstoornissen, waar er iets misgaat in de eerste ontwikkeling vanaf achterin bij de tongbasis in dat afdalingstraject. Dat is ongeveer 70% van de kinderen heeft die vorm van CAT. En 30% van de kinderen heeft een vorm waarbij de schildklier wel goed is afgedaald, aangelegd als een vlindervormig orgaantje, laag in de hals, maar niet in staat is om schildklierhormoon te maken.
En daar kennen we genetische vormen van. Dus daar heb je als moeder tijdens de zwangerschap echt geen controle helemaal, over. Nee. Dat is genetisch. Klopt. En ook die andere vorm lijken er wel genen bij betrokken te zijn. Maar meer genen die tijdens de zwangerschap aan en uit horen te gaan. In de ontwikkeling van alle organen is dat. En dan net op een cruciaal moment dat die schildklier aangelegd moet worden, gaat daar iets mis. Maar dat is niet iets wat de moeder kan beïnvloeden of heeft beïnvloed. Nee, nou, dat is een hele. Je kan er dus niks aan doen. Dan gaan we die behandeling starten. Niet als je zei het al een paar keer. En dan starten jullie met levothyroxine. Ja. En wat betekent dat? Is dan een pilletje? Hoe vaak moet je dat nemen? Ja, er bestaat levothyroxine drank. Maar over het algemeen is het helemaal niet nodig om drank te gebruiken. Wij schrijven tabletjes voor. En die tabletjes zijn deelbaar. En die kunnen fijn gemaakt worden. En wat meestal geadviseerd wordt is om het fijn te maken op een lepeltje met een klein beetje water in de wangzak te geven. Dat was op het moment dat er veel tabletten niet goed oplosbaar waren. Ik weet dat er tegenwoordig ook wel tabletten zijn die beter oplosbaar zijn. En dan kan het ook met een spuitje gegeven worden. Ja. En als je het elke dag op dezelfde manier geeft, dan wordt het routine. En dan gaat het kindje er ook heel snel aan wennen. En dan hoeft toediening helemaal geen probleem te zijn, zelfs bij baby's. Ja, wij geven onze dochter altijd gewoon op een lepeltje de medicijnen. Dat doen we al vanaf dat ze een paar dagen oud is. Gewoon de pilletjes op een lepeltje, een klein beetje water erop. En dan eet ze dat eigenlijk zo op. En we hebben het wel eens gehad natuurlijk dat ze het dan niet wilde. In de peuterfase, lekker doe het niet. En dan lieten we altijd onze oudste meespelen. Die deed dan net alsof hij het op had. En zei, lekker. Ja, en dan wilde de jongste dat natuurlijk ook. Dus dan had ze haar mond meteen open, ging de medicijnen er meteen in. En ja, dat is voor de rest dan nooit een probleem geweest. En een van de interessante dingen die we regelmatig meemaken, is nog steeds het advies dat vanuit apotheken aan ouders meegegeven wordt om echt niet eerder dan een half uur voor eten, en bij baby's natuurlijk vaak borstvoeding of flesvoeding, om niet eerder dan een half uur voor die voeding het schildklierhormoon al te geven. En daar hebben we in de laatste internationale richtlijn die we hier over geschreven met een grote groep Europese experts, hebben we hier opnieuw bij stilgestaan. En wij gaan tegen dat advies in. Geef dat schildklierhormoon maar vlak voor de borstvoeding of voor de flesvoeding. Want anders is het niet te doen. Nee. En als dat bijvoorbeeld een reden is om het te vergeten, of om alle ongemak te hebben van een kind dat hongerig is, ja, wel het fijngemaakte schildklierhormoon tabletje krijgt, maar nog niet de voeding. Dat is niet te doen. Nee. Dus als je het advies is nu, doe het maar gewoon voor die borstvoeding, voor die flesvoeding. Doe het 's ochtends, doe het 's avonds. Maar pak een vast tijdstip, een vast moment. Want dan is de kans het grootste dat het altijd lukt en dat je het niet vergeet. En als je het altijd op dezelfde manier doet, we varen op de bloedwaardes. Dus we meten de bloedwaardes om te kijken of voldoende schildklierhormoon via het tabletje, het fijngemaakte tabletje, de bloedbaan terechtkomt. En als dat goed is, is het goed. En als er dan iets van schildklierhormoon toch niet goed door de darm geabsorbeerd wordt en de bloedbaan ingaat, als je het altijd op dezelfde manier doet en met de bloedmetingen die we doen om te checken of de waardes echt goed zijn, ja, komen er altijd uit. Maar als je borstvoeding geeft, en ook met flesvoeding natuurlijk, kan het zijn dat je kindje een beetje uitspuugt. Wat gebeurt er dan met die medicatie? Ja, over het algemeen wordt aangehouden dat als je binnen een half uur na inname spuugt, dat dan de medicatie niet goed is opgenomen. En dan mag je het nog een keer geven. Als het na een half uur is, dan is het voldoende opgenomen en hoef je niets te doen. Maar dat kan inderdaad lastig zijn bij kinderen die in het begin echt van die reflux hebben en regelmatig spugen. Dan kan ik me ook voorstellen als ouder dat je wel zorgen maakt. Inderdaad, hè, met dat spugen. Jij zegt wel even niet als je van, hè, als het binnen een half uur is, dan geef opnieuw die medicatie. Maar ik kan me voorstellen dat je, soms is het een beetje spugen, weet je wel. Zo, je geeft dat boertje, kan ik me zo herinneren. En dan is dat al spugen of is het echt dat je je afvraagt van heb ik te veel gegeven, te weinig gegeven? Gaat dat goed? Nee, in principe zo'n klein golfje, dat valt niet onder echt spugen. Of twee kleine golfjes, ja, dat van die mondjes zijn. Hè? Die mondjes teruggeven, dat is niet spugen. Erg. Het gaat er meer om dat je het gevoel hebt dat die hele fles er weer uitgekomen is. Ja, en dan is het misschien aardig om op aan te haken. Er zijn speciale voedingen voor spugende baby's. En daar zitten dan bijvoorbeeld in de fles voedingen dikmakers. Om de baby's wat minder makkelijk te laten spugen.
En er is een stofje dat in die voeding zit, dat heet Johannes Broodboom Pitmeel. Dat is een heel oud... Johannes Broodboom Pitmeel bestaat al heel lang. En daar weten we inmiddels van dat als je een voeding geeft met Johannes Broodboom Pitmeel, dat er dan minder goed schildklierhormoon door de darm wordt opgenomen. Omdat de stoffen in dat Johannes Broodboom Pitmeel dat vasthouden, dat poep je weer uit. En dan poep je ook schildklierhormoon mee uit. Hij neemt het mee eigenlijk neemt weer door de darmen heen. Ja, weer dat mee neemt het mee, dat hij neemt het schildklierhormoon door de darmen mee weer naar de uitgang. Ja. En daarom adviseren we ook altijd om rondom het geven van het schildklierhormoon niet die voeding te geven. Nee, dus op een ander moment in de dag kan dat prima. Alleen niet in combinatie met de medicatie. Ja, dat exact. Is een duidelijke tip. Ja, dat is een belangrijke. En verder zijn er ook nog medicijnen die de opname, als je die medicijnen tegelijk inneemt met schildklierhormoon, of toedient met schildklierhormoon, de opname van schildklierhormoon minder goed kunnen doen verlopen. En dat is onder andere ijzer. Dat zijn kalktabletten, bijvoorbeeld bij kalkgebrek. Dus cholesterolbinders, maar dat zullen baby's niet zo snel hebben. Nee, maar er is ook medicatie waarvan we weten dat als je die tegelijk inneemt, ook de opname van schildklierhormoon in de darm minder goed laat verlopen. Dus dat is altijd te vermijden van het moment dat te van met je arts. Vooral buiten die momenten om het schildklierhormoon toe te dienen. Ja. Hey, en dan die levertiroxine wordt natuurlijk bepaald, wordt gebaseerd op de waarde uit het bloed. En daar zijn streefwaarden voor, maar ik begrijp dat dat ook soms nog wel ingewikkeld is. Ja, we starten met een relatief hoge dosering kort na de geboorte. Als je bijvoorbeeld de dosering waarmee we starten bij een baby met congenitale hypothyreïde vergelijkt met wat een gemiddelde volwassene krijgt die geen schildklierwerking meer heeft. De gemiddelde dosis voor een volwassene is ongeveer 1,6 microgram per kilogram. Nou, een 70 kilo wegende volwassene, 70 keer 1,6, dan zitten we op 110, 120 microgram per dag zo'n beetje. Ja, dat wordt dan al gauw 125 microgram. Ja. Een baby behandelen met meer dan 10 microgram per kilogram per dag. Ja. 10 tot 15 microgram per kilogram per dag. Om snel het tekort wat er is aan te vullen. Zo'n boost. Ja, dat is één. En de behoefte per kilogram is ook echt hoger voor een baby dan voor een volwassene. En die behoefte, uitgedrukt in microgrammen per kilogram per dag, die neemt met het ouder worden langzaam af. Dus uiteindelijk, als de pasgeborene met congenitale hypothyreïde 18 jaar is, dan zit je ook in de gewone volwassen doseringen. Ja. In het algemeen. Kindjes worden ingesteld een bepaalde dosering. We hadden het straks al over dat een baby vaak een behoorlijke boost krijgt aan levertiroxine. Omdat hij het een lange tijd dus dan heeft gemist. Die juiste dosering. We weten bij volwassenen dat het lang duurt voordat een aanpassing in dosering effect heeft. Is dat bij baby's ook zo? Het gaat wat sneller. Want als je kijkt naar hoe lang schildklierhormoon dat je in de vorm van een tabletje inneemt in je bloed blijft. Dat is bij volwassenen een kleine week. Dus als je een pilletje inneemt, dan verdwijnt het langzaam uit de bloedbaan. En de zogenaamde halfwaardetijd van het schildklierhormoon, als het eenmaal in je bloed zit, is een kleine week bij volwassenen. Bij jonge baby's en bij zuigelingen is die tijd korter. Dan zit je al eerder in de hoek van de 3-4 dagen. Okay. En we nemen in het algemeen 4 tot 5 van die halfwaardetijden om weer in een nieuwe evenwichtssituatie te zitten. Dus 5 keer 3 à 4 is 15 tot 20 dagen. Dus dan heb je het over 2 à 3 weken. Terwijl het bij volwassenen al gauw in de buurt van de 4 tot 5 weken zit. Dus het is sneller. Ja. Omdat je dan dus die kortere halfwaardetijd hebt en dan ook nog een kind dat heel snel aan het groeien is. Want in het eerste levensjaar gaan ze van zo'n 3 kilo naar 10 kilo. Ja. Dan moet je dus toch frequent controleren om die dosering steeds bij te stellen. Ja. Duidelijk. In algemene zin, als je dus een baby hebt en het is dan allemaal nieuw, je weet het allemaal pas net en uiteraard heb je gesprekken met jullie. Maar wat is nou een moment dat je zegt van nou, als er dat nou gebeurt, dan moet je echt wel meteen aan de bel trekken. Is dat er? Zelf dacht ik aan een kindje wat inderdaad heel veel spuugt. Het gebeurt natuurlijk, hè? Soms het zoeken naar de juiste voeding. Maar is er iets wat jullie... Dat is een hele goede vraag. Volgens mij zijn er 2 dingen. Stel, je zit in het vliegtuig en je komt er in Zuid-Frankrijk achter dat je medicatie vergeten bent. Dan ga je toch niet meteen terug. Geef even een seintje, want dan regelen we een recept ter plekke. Maar als je in de auto zit naar het oosten van het land om daar een nachtje te blijven slapen en je bent de medicijnen vergeten, dan zeggen we, nou joh, ga niet terugrijden. Neem de volgende dag gewoon een extra tabletje in.
als je weer terug bent. Maar als je in Zuid-Frankrijk zonder medicijnen zit, dan moet je wel even aan de bel trekken. Ja. Ja. En de ander denk ik, als er tekenen van overbehandeling zijn. Misschien kun jij er iets over vertellen, Nitas. Dat we toch denken, hè, op basis van wat je ziet, dat misschien de dosering iets anders. Want we controleren natuurlijk regelmatig het bloed. Maar je kan fases hebben van dat het net een beetje te veel is of te weinig. En klassieke symptomen van overbehandeling zijn minder goed kunnen slapen, wat meer geprikkeld zijn. En van onderbehandeling juist meer vermoeid, misschien meer slapen. Maar zo zwart-wit is het vaak ook weer niet. Dus eigenlijk is de boodschap, als je het gevoel hebt dat je kind niet lekker in zijn vel zit, dat het toch anders is dan je gewend bent, neem dan contact op. Want je kan altijd op dat moment dan bloed meten, dus de waardes controleren. En dan kunnen we kijken of de instelling aangepast moet worden. Ja. En hoe vaak wordt dat bloed gecontroleerd? Ja, best vaak. Ja. In het begin. Ja, een kind groeit en naarmate het kind groter wordt, moet de dosering omhoog. En dat betekent dat juist die baby's die in het begin zo hard groeien, wat vaker geprikt moeten worden. Ja. Meestal als we starten met behandeling, prikken we na 1 week met name om te kijken van komt het goed aan. En daarna is het interval variërend, ik denk elke 4 tot 6 weken in het begin. Vanaf ongeveer een half jaar is het elke 2-3 maanden. En vanaf een jaar is het elke 3 tot 6 maanden. Ja. Zo'n kindje leert al snel wat het is om bloed geprikt te krijgen. Ja, dat waren eigenlijk de vragen specifiek over de babytijd. Dan gaan we door naar de tijd dat je kindje een peutertje wordt en een kleutertje wordt. En hoe verloopt die ontwikkeling van het kind dan? Nou, eigenlijk verloopt de ontwikkeling gewoon prima. Dus kinderen ontwikkelen zich natuurlijk heel snel in deze fase. Dan krijg je het gaan zitten, lopen, praten, naar school gaan. Dus het zijn wel allemaal fases waar je in ieder geval ook wel aandacht aan schenkt, van loopt dat volgens de verwachting. Want we weten dat er kinderen zijn die soms wel net wat meer moeite hebben. Over het algemeen ontwikkelen kinderen zich dus prima. Maar heel af en toe zijn er kinderen die net wat meer moeite hebben met motoriek. Wat meer een houterigheid, wat vaker struikelen bijvoorbeeld. Nou, dat zijn dan dingen die in die fase wat duidelijker worden. En dat is belangrijk dat ouders dat dan dus ook zich realiseren. Een ander probleem wat wel eens voorkomt is gehoorsproblemen. Schildklierhormoon is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het binnenoor. En met name bij kinderen die een hele ernstige vorm hebben van CHT of juist heel laat begonnen zijn met behandeling. Wordt gerapporteerd dat er een iets minder goed gehoor kan zijn. En je gehoor is heel belangrijk voor je spraaktaalontwikkeling. Dus dat komt dan ook een beetje in die fase naar voren. En ook dat kan je met ondersteuning en begeleiding proberen te optimaliseren. Dus het is belangrijk dat je bij een kind met CHT daar net wat meer alert op bent. Ja. Want jij zegt van op het moment dat het zo is, is het voor ons herkenbaar. En dan kan de ondersteuning geboden worden, bijvoorbeeld in de vorm van een logopedist. Of als het soms bij houterigheid, hè, kan ook fysiotherapie een tijdje om oefeningen te doen, kan ook helpen. Ja, en dan moet je met je kindje natuurlijk in het begin heel vaak naar het ziekenhuis. In die peuter-kleutertijd, hoe vaak kom je dan nog bij de dokter hier? Ja, je hebt de wat mildere vormen en de ernstigere vormen. En ik denk grofweg ongeveer elke 3 tot 6 maanden. Gemiddeld misschien elke 4 maanden, dan kom je al vaak bij heel veel kinderen uit. Ja. Ja. Als jullie nu gevraagd wordt van welke arts een kindje met CHT het best behandeld kan worden. Hè? We hebben natuurlijk in eerste instantie, word je gebeld als die hulprikscreening die uitslag geeft dat het lijkt of er geen schildklierhormoon is. Maar is dat dan je huisarts waar je contact mee hebt of is het een internist of komt iedereen meteen bij de kinderarts of de kinderarts-endocrinoloog? Nou, het belangrijkste is dat je een kinderarts hebt die de zorg voor je kind op zich neemt. En dan een kinderarts met voldoende ervaring met congenitale hypothyroïdie. Niet alleen met het vaststellen van is er sprake van congenitale hypothyroïdie, maar ook met de behandeling. En we hebben een hele duidelijke richtlijn voor de behandeling, voor het vaststellen van de diagnose en het behandelen van kinderen met congenitale hypothyroïdie. Maar richtlijn zijn woorden en zinnen. En je hebt ook gewoon de ervaring nodig en de kennis om bijvoorbeeld ouders goed te kunnen informeren en vragen die er leven te kunnen beantwoorden. Dus ervaring is het belangrijkst. Nou, gemiddeld hebben kinderarts-endocrinologen meer ervaring dan algemeen kinderartsen. Maar er zijn ook een aantal algemeen kinderartsen in Nederland die ook best veel ervaring hebben. Ja, dus maar het is een zeldzame aandoening, hè? Dus ja, ik denk toch dat het heel weinig voor. Ja, het komt weinig voor.
Dus je moet echt iemand hebben die dit gewoon vaker doet. En die meer kinderen onder behandeling heeft met hetzelfde probleem. Ja, dat lijkt me ook logisch. Ja. Ik denk dat je dat als ouder ook prettig vindt. Dat je kind behandeld wordt door iemand die dat al veel vaker gedaan heeft. En die kan je ook het beste de antwoorden geven op alle vragen die er leven. Denk ik, naar deze diagnose. Dan dat bloedprikken. Bij een peuterkleuter zal dat ook nog wel eens een uitdaging kunnen zijn. Hoe vaak moet dat dan? Ja, in wezen dus dan ook elke 4 maanden. Ja. Gemiddeld. Ja. Ja, en hoe gaat dat dan? Je komt binnen met je kindje. Hier in het Emma Kinderziekenhuis. Ja, elk ziekenhuis, elke afdeling kindergeneeskunde heeft een speciale prikpoly voor kinderen ook. Dus dat zijn mensen die ervaren zijn met het prikken van kinderen. En als je kijkt naar de afgelopen 10, 15 jaar, is er steeds meer aandacht voor zo pijnvrij als mogelijk bloed afnemen. En bloed bij peuters, kleuters kan afgenomen worden door een prik met een naald in bijvoorbeeld de arm of op de hand. Maar het kan ook met behulp van een vingerprik. En een van de meest eenvoudige pijnvoorkomende maatregelen is verdovende crème aanbrengen. Minimaal een half uur van tevoren. Of met een pleister wat korter van tevoren aanbrengen waar die verdovende vloeistof in zitten die de huid doordringt met die verdovende vloeistof. En dus de pijn is al behoorlijk veel minder dan wel bijna niet voelbaar. Maar er zijn natuurlijk ook kinderen die de hele prikprocedure heel eng, eng vinden. En als ik nou kijk naar de kinderen die ik onder moeder heb, ik denk dat bij de meesten is het zo gewoon worden dat ze eraan gewend zijn. En zeker met die pijn voorkomende maatregelen. Dat is standaard? Wij bieden dat in ieder geval wel aan, nou, vrijwel alle kinderen aan. Vaak werkt die verdovende crème of die verdovende pleisters werken echt al heel erg goed. En dat is dan al een stukje van het probleem opgelost. En ook de angst en het opzien tegen die procedure wordt daar ook minder door. Als het om bloedprikken gaat, dan was het in het begin best wel heftig. Want dan probeerde ze het altijd uit haar vinger te prikken. Maar dat ging bij haar heel slecht. Dat stroomde gewoon niet goed genoeg. Dus moesten ze andere vingertjes proberen, weer warm maken. Dat werkte niet. En toen zijn we uiteindelijk overgegaan op het prikken in de arm. En sindsdien gaat het gewoon heel goed. Ze weet precies hoe het moet. En ze gaat al zitten. En ja, dan zijn we echt binnen een paar minuten staan we weer buiten. Dat gaat heel goed. In deze leeftijdsgroep is het dan van belang om op een vast tijdstip de medicatie te geven? De belangrijkste reden om op een vast tijdstip de medicatie te geven is dat het een routine wordt en dat het niet vergeten wordt. Dus het mag in de ochtend, het mag in de avond, maar doe het elke dag op dezelfde manier, zodat het niet vergeten wordt. Het enige waar je rekening mee moet houden is het moment van bloedafname. Want als je schildklierwaardes controleert in het bloed, moet je minimaal 4 uur daarvoor niet je medicatie hebben ingenomen. Dus als je 's ochtends je medicatie inneemt, dan moet je 4 uur wachten. Straks 's middags pas maken. Precies. Voor bloedprikken. En dan is eigenlijk 's avonds medicatie innemen wel weer heel erg praktisch. Want dan kan je elk moment van de dag bloedprikken. Ja, en een van de tips voor ouders van jonge kinderen, maar eigenlijk ook voor tieners, is van schaf een medicatiedoosje aan. En je hebt de meest eenvoudige doosjes zijn langwerpige doosjes met voor iedere dag in de week een vakje. Ja. En als je daar je tabletjes al aan het begin van de week of op een bepaald moment in afmeet voor de rest van de week, dan zie je gewoon of je je tabletje ingenomen hebt, ja of nee. Ja. En kom je er 's avonds achter dat je het 's ochtends vergeten bent, of de volgende ochtend achter dat de pilletjes van de volgende dag er nog in zitten, dan kan je die ook nog inhalen. Want het heeft een lange halfwaardetijd. En dat dan is wel een dag geruststellend. Ja. Als het een keer door wat voor reden dan ook één keer vergeten is, dan neem je de dag erna. Het is geen ramp. Ja. Ja, duidelijk. Is er bepaalde voeding die invloed kan hebben op de inname van de medicatie of op de werking van het medicijn? Zeker in die peuterkleutertijd, bijvoorbeeld een stroop? Ja, die horen we ook af en toe, hè? IJzerhoudende stroop. Door de ijzer, we weten dat ijzerproducten, kalkproducten, ook soja, die kunnen toch de opname van schildkliermedicatie in de maag verminderen. Dus het advies is om die producten in ieder geval niet rondom de inname van je schildkliermedicatie te gebruiken. Maar het wil niet zeggen dat je dat helemaal niet mag eten? Nee, zeker niet. Want als je 's ochtends je medicatie neemt, dan kan je 's middags rustig prima je boterham met stroop nemen. Maar een glas sojamelk 's ochtends en dan ook je schildkliermoontabletjes innemen, dat is niet verstandig. Dus het is wel belangrijk inderdaad, dat vaste moment van de dag wat je voor jezelf inplant, je kan het niet vergeten. Maar het is dan ook heel goed om te weten, in verhouding met op welk moment kan ik dan beter wel of niet
een ander medicijn nemen of Met het vaste moment wordt de kans op vergeten kleiner, want je kan altijd nog wat vergeten. Maar... En dan zeker in combinatie met zo'n doosje, als je ziet dat er nog wat in zit van de vorige dag, dan heb je weer de reminder van hé. En je hebt tegenwoordig hele leuke pillendoosjes in allerlei kleuren. Ook bij peuters en kleuters kan het natuurlijk voorkomen, net als bij een baby, dat kinderen overgeven. Wat is dan jullie advies? En, als je binnen 30 minuten na innemen moet overgeven, dan gaan we ervan uit dat het niet goed is opgenomen, de medicatie. En dan mag je het nog een keer geven. Als het na 30 minuten is, dan is het opgenomen en hoef je niets meer te doen. En speelt er ook een gevaar dat kinderen te weinig of juist te veel medicatie zouden kunnen binnenkrijgen? En hoe zou je dat dan kunnen merken? Wat zou je kunnen zien aan kinderen die langdurig meer krijgen dan afgesproken is? Dat ze toch een tikkeltje onrustiger zijn. Dat ze zich wat minder goed kunnen concentreren. Dan heb je het bijvoorbeeld over peuterkleuters en groep 1, 2, 3 kinderen. Dat het op school iets minder makkelijk gaat. Dat ze wat gejaagder zijn. Dus tekenen van wat meer schildklierhormoon in het bloed en daarmee een wat hoger stofwisselingsniveau. Dat zou je kunnen zien. Ja. En bij te weinig gebruiken, toch wat vermoeider zijn, wat eerder naar bed willen, wat langer willen slapen. Het zijn vaak subtiele dingen als je het hebt over net niet helemaal de goede waardes hebben. Ja, maar het is wel iets wat je als ouder waarschijnlijk gaat herkennen. En dan is een tip en een advies: neem contact op en doe eventueel een extra bloedcontrole tussen de afspraken die gepland staan door. Ja, dus bij twijfel, als je echt een wat langere tijd verandering in gedrag ziet, zeggen jullie echt van neem even contact op met je arts. Zeker. Ik denk dat een hele goede tip nog is om ook zeker als ouders de waardes van het bloed altijd goed bij te houden. Zowel de TSH als de T4, als die allebei geprikt worden. Maar dat je die in goede tijden en ook in slechte tijden, maar ook zeker in goede tijden, dat je bij kan houden wat de goede waarde bij het kind is. En zo ontdek je denk ik op een gegeven moment wel een patroon waarop iemand zich wat beter voelt. En dat je dat kan zien, dat een kind wat beter te pas is. En dat je ook zeker kan zien wanneer het niet goed gaat. En dat je eigenlijk zelf al weet dat je dan kan gaan bloed prikken. Dus waardes bijhouden, en dat is voor mij een hele belangrijke geweest. Wordt ook wel eens in deze periode hoor je erover dat mensen zouden kunnen stoppen met medicatie. Klopt dat? Ja, dat is de leeftijd van 3 jaar. Hè? Daar hebben we ook een aparte... Ja, we weten dat schildklierhormoon juist heel belangrijk is in de eerste 3 levensjaren voor hersenontwikkeling. Dus in die eerste 3 jaar stoppen we liever niet. Maar er zijn kinderen met een milde vorm van CHT, waarbij al bij aanvang, bij het begin van de behandeling, de twijfel is of het een permanent probleem is of misschien een voorbijgaand probleem. En dan kan je bij de leeftijd van 3 jaar stoppen, noemen we een proefstop, om te kijken van is het nog nodig om te behandelen. Soms zie je dat al eerder gebeuren, dat een kind bijvoorbeeld groeit en de medicatie helemaal niet verhoogd hoeft te worden, of soms zelfs verlaagd. Dan krijg je al een beetje het signaal dat het een voorbijgaand probleem is. Ja, dus dat speelt echt bij die leeftijd van 3 jaar en vooral bij de kinderen die een heel milde schildklier... Die een mild probleem hadden bij de geboorte op basis van de bloedwaardes, waarvan we al denken van nou, die moeten we echt goed in de gaten houden. Die moet zeker op de leeftijd van 3 jaar een keer zo'n proefstop krijgen. Of al eerder met wat jij net vertelt, Nitas, dat de dosis al zo laag is dat je denkt nou, op de leeftijd van 1 à 2 jaar zouden we misschien al zo'n proefstop kunnen overwegen. En daar hebben we ook wel harde getallen aan gekoppeld qua hoeveelheid per kilogram hoor. Ja. En dan is dat op dat moment ook al veilig. Ja. De meeste kinderen hebben natuurlijk toch een aanlegstoornis van de schildklier. Ja. En dat is gewoon een permanent probleem. Ja. Dus daarom is het weten van de oorzaak ook wel weer belangrijk in het voorspellen hoe het zich gaat gedragen. Ja, dus een grote groep kinderen die hebben zo'n proefstop helemaal niet nodig. 70% vertelde je dat ongeveer is, ja. Nee, heel duidelijk over de peuter-kleutertijd. Wat ik andere ouders gewoon heel erg mee wil geven is, weet zelf gewoon heel goed wat CHT inhoudt. Dat je weet wat het precies is. Maar vooral ook leer je kind kennen. Zeker in de eerste periode, je kent elkaar niet. Dus dat is echt wel even uitzoeken van wie is mijn zoon of wie is mijn dochter. Maar je gaat je kind kennen. Jij gaat weten wat zijn karaktereigenschappen van mijn kind. En wat is er? Hé, er is iets. Je voelt het. Als moeder zijnde voel je dat. Dat je voelt, hé, er is iets met mijn zoon of dochter. En dat je dan zelf aan de bel trekt bij de artsen. Ga voor je kind
Door het vuur, nou, dat doe je als ieder ouder natuurlijk. Maar jij kent je zoon of dochter. Als de kinderen opgroeien met CHT, komen ze op een gegeven moment in hun tienerjaren. En hoe verloopt de ontwikkeling dan? Als kinderen eenmaal in de leeftijd van 10 tot 18 jaar aangekomen zijn, hè, en de puberteit bij meisjes start wat op een wat jongere leeftijd dan bij jongens. Bij meisjes ongeveer 10,5 jaar start de puberteit. En bij jongens een 1 tot 1,5 jaar later. Dan hebben ze zich in het algemeen normaal ontwikkeld. Want schildklierbehandeling vanaf de geboorte, ja, leidt tot een normale ontwikkeling. Net zoals een gemiddeld kind in Nederland. Ja, de groei is, als het goed is, gewoon verlopen volgens de groeilijn waarop ze door hun ouders ongeveer geprogrammeerd zijn. En ook hun stofwisselingsniveau is op orde als ze hun tabletten innemen zoals afgesproken in de bloedwaas normaal zijn. Ja. Dus ze komen heel goed in die puberteit aan. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de groei in de puberteit, de lengtegroei, ja, die verloopt net zoals bij andere kinderen. Die gaat enorm hard onder invloed van de geslachtshormonen die in de puberteit gemaakt worden. En dus als de behandeling goed loopt en de therapie trouw is oké, okay, en met hier en daar een beetje vallen en opstaan, ja, dan gaat het gewoon heel goed. En dan kunnen ze alles doen zoals hun leeftijdsgenoten ook doen. Gaat sporten, zeker, leuke dingen en een biertje drinken op een gegeven moment. Is dat een vraag? Of is dat is een vraag. Is een dat is voor elke tiener niet goed. Nou, dat mag niet, hè. Tot de leeftijd van 18 jaar is alcohol gewoon echt niet oké. Okay. Ja. En dat, ik denk dat wij dat gewoon niet hard genoeg kunnen zeggen. Ondanks dat het natuurlijk niet, dat er alcohol gebruikt wordt, is niet oké. Okay. Het is echt heel slecht voor de hersenen. Maar dat geldt voor alle kinderen. Dat geldt voor ieder kind. Ja. En dat geldt niet meer of minder voor een kind met congenitale hypotheorie. Of een tiener met congenitale hypotheorie. Maar alcohol is gewoon niet oké. Okay. Niet doen. Een belangrijk punt tijdens de tienerleeftijd is de puberteit. Met ook de snelle groei, de puberteitsspurt. Dus wat je ziet is dat er tijdens die fase vaak wat sneller doseringsverhogingen nodig zijn. Dus het is belangrijk dat kinderen zich frequent laten controleren. Dan doen we toch echt wel ieder half jaar, hè? Minimaal. Ja. Vanwege de snelle groei, het eventueel uit de dosis groeien om dan Tijdig te kunnen dat bijstellen. Klachten, ja, dat ze niet te weinig schildklierhormoon krijgen. Ja. Maar wat we natuurlijk op die leeftijd ook zien, is dat er vaker dan daarvoor tabletten en medicatie niet worden ingenomen. En dat heeft weer alles met de puberteit te maken. Ja. Dan wordt dat opeens een stukje minder belangrijk dan andere dingen. Ja. En krijg je in die leeftijd dan ook meteen klachten? Ja, de een wel en de een niet. Ja, hè? Niet dat altijd. De ander dus niet. Dat verschilt. En in het begin zijn ouders natuurlijk verantwoordelijk voor die inname. En nu de tiener. Dus je probeert dan samen te kijken van ja, wat is haalbaar? Wat is een goed moment om het in te nemen? En het maakt ons niet uit of het nou 's ochtends, 's middags of 's avonds is. Als het maar ingenomen gebeurt. Wordt. Ja. En soms zijn er hele simpele dingen. Van bijvoorbeeld, je poetst elke dag je tanden. Leg het naast je tandenborstel. Dat je het op die manier niet vergeet. Ik heb wel eens een tienermeisje gehad dat het de deur niet uitging zonder mascara. Dus zij had het altijd naast haar mascara. Dus je moet iets een beetje inventief zijn, een manier waarop tieners het niet vergeten. Ja. Maar tieners moeten ook informatie krijgen van waarom het nou zo belangrijk is. Want als je een keer een tablet overslaat, merk je er inderdaad weinig van. Ja. Dus we moeten ook goed uitleg geven. Als je zelf puber bent, denk ik dat het dan ook wel goed is om naar je eigen lichaam te luisteren. En dat kun je vooral in de puberteit, denk ik, wel heel makkelijk voorbij gaan. Maar dat je in die tijd ook wel, als jij je gewoon niet goed voelt, dat het dan ook niet lekker gaat. En dat is wel een dingetje wat ik eigenlijk in de loop van de jaren ook wel ontdekt heb. Dat als ik me niet goed voelde en ik ging prikken, dan waren mijn waardes ook niet goed. Dus eigenlijk heb ik ook wel een paar keer, een beetje met opzet, gewoon wel laten prikken in de periode dat ik me wel goed voelde. Zodat ik dan zelf ook wat meer mijn waardes kon weten wat voor mij het beste was. En wat voor mij het beste is, is voor een ander misschien niet de beste waarde. Dus het is echt wel persoonlijk. En ik denk dat dat ook wel heel erg in de gaten moet worden gehouden. Dat het echt een persoonlijke afstelling is. En niet een algemene afstelling. De enige periode dat vaak de dosering flink omhoog moet, is de puberteit. Maar dan is de meest voorkomende oorzaak van de noodzaak dat ophogen dat de pubers, de tieners hun medicatie niet innemen. Oh echt? Dus ja, dat komt heel veel voor. Ja. 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 Maar dat zien jullie meteen terug in de bloedwaarde dan? Dat zien we meteen terug in de bloedwaarde, ja. Ja.
Dus daar kunnen ze ook niet over jokken. Dat doen ze wel. Dat zijn mooie discussies. Ja. Ja. Ja, in hoeverre worden ouders ook, die worden natuurlijk helemaal meegenomen in dit traject. En er komt natuurlijk ook een moment dat een kind zelfstandig niet beter weet dan dat hij dat pilletje, hij of zij dat nodig heeft. Ik kan me ook voorstellen dat er een periode is dat bijvoorbeeld in de puberteit waar we het net over hebben, dat kinderen er echt wel moeite mee hebben om medicatie in te nemen. Speelt dat? Of is het, als je het vanaf je geboorte doet, zo vanzelfsprekend? Ja, ik denk dat dat wisselt. Er zijn zeker kinderen waar het gewoon heel, heel erg vanzelfsprekend is. Die zijn zo gewend elke ochtend of elke avond het tabletje innemen. En die denken daar niet meer zo bij na. Maar juist in de puberteit, als je zo bewust wordt van dat je iets hebt. Een chronische aandoening. En dan komt ook vaak wat meer het verzet om elke dag een tablet te moeten innemen. Dan kan dat een probleem zijn. Yeah. En dan is het ook heel belangrijk om daar goed met de tiener over te praten. In het begin doen ouders alles en die zitten er bovenop en dan is het helemaal perfect geregeld. Maar op een bepaald moment moet je natuurlijk het kind steeds meer verantwoordelijkheid geven. Nou, misschien nog een toevoeging op wat jij zei, hè, over de tieners. Jij zei, er zijn kinderen die denken er helemaal niet over na. Dat gebeurt iedere dag, maar er zijn ook kinderen die denken er helemaal niet meer over na. En dat betekent ook niet meer innemen. Dus, ja. Dus tieners zijn natuurlijk... tieners. Het zijn tieners. Tieners zijn tieners. En het komt allemaal weer goed. Als je in je puberteit je medicijn een keer vergeet, dan kun je het net als dat je wat jonger bent gewoon de volgende dag toch doen? Of wat is het advies? Alleen dan wordt wel je zakgeld voor de rest van de week natuurlijk ingehouden. Ja, nee, ja, hetzelfde geldt. Ja. Die regels blijven eigenlijk. Hè? Hou een vast tijdstip aan. Als je een keer vergeet, neem hem dubbel de volgende dag. Ja. Ja, dat blijft hetzelfde. Haal in, precies. Geldt er voor tieners ook nog een bepaalde voeding die ze beter niet in combinatie met hun medicatie kunnen doen? Of koffie? Of zijn er... Nee, volgens mij is koffie, thee... Zullen geen dan geen problemen. Johannes, broodmeel? Nee, soja natuurlijk wel. Soja is er niet, hè? Dus zeker met de nadruk koffie, op... Koffie, soja, melk. Nou, en ook wel zeker met de nadruk op... dat als ik kijk naar de gemiddelde tiener... die heel bewust is van wat er in de wereld gebeurt... en die ook over duurzaamheid nadenkt... dat je toch meer vlees en vis vermijden, dus vegetarisch ziet. Ja. En daar kan soja een onderdeel van zijn. Dus met soja bevattende... voedingsmiddelen oppassen, wel gebruiken, maar niet rond het moment van de inname van schildklierhormoon medicatie. Oppassen betekent gewoon, je mag heus wel zeker, even drinken, maar zeker. Hou ruimte rondom die inname van die medicatie. Ja. Dan niet gekoppeld met bijvoorbeeld soja. En er zijn medicijnen die de opname van schildklierhormoon door de darm minder goed laten verlopen. Dat is bijvoorbeeld ijzer bij bloedarmoede, koktabletten als het kalkgehalte of het vitamine D-gehalte niet oké is. En die kunnen ook de opname van schildklierhormoon belemmeren. Dus die moet je gebruiken als je ze nodig hebt. Maar dan even losgekoppeld van het moment van schildklierhormoonmedicatie. Duidelijk. Nou ja, als iemand moet overgeven, dat kan dus als ze toch biertjes gaan drinken, zou dat kunnen gebeuren. Dan is het advies om... Het geldt dezelfde regel. Binnen een half uur na inname spugen betekent dat je de medicijnen nog een keer mag nemen. Ja. Dat is dan meestal de volgende ochtend. Zeker. En in die periode, hoe vaak komt dan gemiddeld een tiener hier naartoe voor een afspraak? Ja, ik denk ongeveer 2 keer per jaar is gemiddeld. Wat ook wel weer belangrijk is, is dat het schildklierhormoon essentieel is voor die hersenontwikkeling. Met name in die eerste 3 levensjaren. Mm-hmm. Dus dan zijn we ook wel echt streng dat het ingenomen moet worden. Als een tiener zijn medicatie niet inneemt, dan kan hij ook klachten krijgen. Dan kan hij zich vermoeid gaan voelen, minder goed kunnen concentreren. Het is natuurlijk op school heel belangrijk dat dat allemaal goed loopt. Maar gaat er geen blijvende schade voor hersenontwikkeling van oplopen. En dat is belangrijk. Dus ook al heeft een tiener een periode gehad dat hij weigert of het niet vertelt, maar niet inneemt. Dan zal hij of zij dat wel merken. Maar als het goed is, pikt hij het daarna. Kan het zich wel herstellen weer. Ja, dus aan de ene kant, met name tegenover ouders, kan je geruststellen van weet je, dit gaat niet blijvende schade geven. Maar aan de andere kant kan het natuurlijk wel school dusdanig beïnvloeden dat je daar wel weer gevolgen van hebt. Ja. Dus je moet wel mensen blijven motiveren. Motiveren. En daarbij zitten ook wel enorme verschillen tussen mensen. Want als we kijken naar bijvoorbeeld tieners die een tijd lang hun medicatie veel minder trouw innemen. Er zijn tieners die... het echt wel ook snel voelen en waarbij ouders ook aan hun tiener zien dat het toch iets anders gaat dan bij trouw innemen. Maar er zijn ook tieners die voelen echt helemaal niets.
En daar zien ouders ook niets aan. Nee. Met andere woorden, er zit een enorm ook verschil in hoe je lijf voelt als je wel of niet trouw inneemt. En nogmaals, tieners zonder klachten en tieners met klachten al vrij snel. Waarbij nogmaals ook de ouders dingen zien. Dus dat maakt het ook wel ingewikkeld, want een tiener die niets voelt en waarbij de bloedwaardes echt niet goed zijn, die heeft dan niet de lichamelijke prikkel om te denken, oké, ik moet misschien toch wel die tabletjes in hebben. Ja. Dus dat wisselt echt enorm. Ja, dus dat vraagt van jullie ook wel wat in de motivatie om door te gaan. Ja. Ja. Als zo'n consult, als je één keer in het half jaar komt, hoeveel tijd hebben jullie dan om met zo'n tiener in gesprek te zijn? Ja, onze standaard consult tijd is 20 minuten. Oh, dat is dan relatief vind ik dat dan nog best wel even tijd om rustig met elkaar in gesprek te gaan, ook als dat soort dingen spelen. Nou, in het algemeen is dat prima. Komen we heel goed mee uit. En het mooie is, en dat geldt denk ik voor ons allebei, wij hebben een groep kinderen en tieners onder onze hoede die we al heel lang kennen. Ja. Dus het is niet iedere keer opnieuw kennis maken. Nee. Maar we kennen hun geschiedenis sinds het moment van de afwijkende hielprik. Ja. En zij kennen ons niet meer van die eerste levensjaren. Maar op een gegeven moment ken je ook je patiënt. Ja. We kennen de ouders door en door. Ja. Maar je kent op een gegeven moment ook de tiener. Iets waar ik me kan voorstellen dat vooral de meisjes dus over nadenken van, heeft het effect op hun vruchtbaarheid later om kindjes te krijgen? Nou, CHT heeft in principe geen invloed op je vruchtbaarheid. Het is wel zo dat als je niet goed bent ingesteld, als de schildklierwaardes te hoog of te laag zijn, dan kan dat wel invloed hebben op vruchtbaarheid en hoe makkelijk het is om zwanger te worden. Maar met een goede instelling is het geen enkel probleem. En als je dan inderdaad gaat studeren als meisje bijvoorbeeld en je gebruikt de pil, heeft dat nog effect in combinatie met de aandoening? Ja, met het starten van de pil zien we best vaak dat de schildklierwaardes anders worden in het bloed. En dat we in ieder geval tijdelijk soms de dosering wat moeten ophogen. En vaak komen we dan ook alweer op de originele dosering terug. Maar het kan ook zijn dat die net een tikkeltje hoger moet. Omdat de pil, daar zit vrouwelijk hormoon in, maakt dat de hoeveelheid bindende eiwitten waar schildklierhormoon in de bloedbaan aan getransporteerd wordt, iets stijgt. En dat je in ieder geval tijdelijk vaak wat meer schildklierhormoon nodig hebt. Dus essentieel om ook om een check te doen. Ja, omdat dat bespreken we dan ook. Ja. En om een extra check te doen na het starten met de pil. En op de menstruatie, is daar invloed op te bemerken als je een CHT-aandoening hebt? Nee. We weten dat als je heel slecht ingesteld bent, dus dat kan invloed hebben op de menstruatie, op de frequentie en de hevigheid. Maar als je gewoon goed ingesteld bent, is dat geen probleem. Nee. En dan zijn ze 18 en dan gaan ze over naar de endocrinoloog. Is het meestal wel gewoon hier in het ziekenhuis blijven ze dan? Ligt er aan, hè? Ja, het wisselt als... Als je CHT hebt en de instelling is heel makkelijk. En zeker bij jongens, waarbij daar niet nog een heel traject is met zwangerschap, kan het ook via de huisarts. Maar er zijn ook veel mensen die ervoor kiezen om naar een internist te gaan. En je kan ook naar een internist-endocrinoloog. Ik denk dat voor meisjes met later een kinderwens het belangrijk is dat ze zich realiseren dat dat een fase is waar die instelling heel belangrijk is. Waar je eigenlijk al op het moment van kinderwens al heel goed aan je instelling moet werken. En daar zijn richtlijnen voor. En dat doe je dan samen met een internist. En er zijn ook kinderen met CHT met een zwelling van de schildklier, een struma. En die verwijzen we altijd naar een internist-endocrinoloog om die struma in de gaten te houden. En in het algemeen kiezen we er ook wel voor om de kinderen die een ernstige vorm van congenitale hypothyreïde hebben. Bijvoorbeeld door het missen van de schildklier of een schildklier die het niet of nauwelijks doet. Om die ook bij een internist-endocrinoloog of een internist met voldoende ervaring van de behandeling van schildklierziekte onder te brengen. Omdat het luistert allemaal iets nauwer. En dan moet je iets meer kennis en ervaring hebben met het behandelen met schildklierhormoon. Dat bespreken jullie ook. Zeker. Jullie hebben natuurlijk al 18 jaar dan samen een relatie opgebouwd. Dus dan bespreek je ook echt van, nou, dit zijn de mogelijkheden. Waar voel je je lekker bij? Wat heb je nodig? Vaak gaan ze dan ook studeren, verhuizen. Dus dan kijk je van, waar in de buurt kan je het beste terecht? Ja. Nou, dat lijkt me ook goed advies. Nou, dank jullie wel voor dit uitgebreide interview. Heel veel informatie gekregen. Daar zijn we jullie als Schildklierorganisatie Nederland heel dankbaar voor. Ook voor het feit dat jullie al Paul jarenlang in onze medisch wetenschappelijke adviesraad heeft gezeten. En ook nu je eruit bent nog steeds beschikbaar blijft om ons alle mensen met een aandoening te informeren. En
te assisteren. En niet als je net toegetreden tot onze medisch-wetenschappelijke adviesraad. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was het webinar Schildklier en CAT. In deze aflevering vertelde professor Dr. Paul van Trotsenburg en Dr. Zwaveling Sonawala over CAT en wat het betekent om geen of een niet goed werkende schildklier te hebben. We hebben heel veel informatie gekregen en ook veel praktische tips. Hartelijk dank voor dit gesprek. Wil je meer weten over dit onderwerp? Dan verwijs ik je graag naar de website schildklier.nl. Je vindt hier veel informatie over CAT, maar ook verhalen van ouders met een kind met CAT-aandoening en volwassenen met CAT die terugkijken op hun jeugd. Verder is er een speciale pagina voor kinderen waar je bijvoorbeeld materiaal voor een spreekbeurt kunt bestellen. Veel ouders vinden het prettig om met andere ouders contact te hebben. Dan kun je terecht bij onze besloten Facebookgroep CAT. Ook te vinden via de website schildklier.nl. En er is een cyberpolio over schildklier, speciaal voor kinderen en jongeren. Deze kun je vinden via de website cyberpolio.nl. Hier kun je ook vragen stellen aan medisch specialisten. Onder andere aan professor van Trotsenburg en dokter Zwaveling. Maar ook aan een onderwijsconsulent, een pedagoog en een apotheker. Nogmaals dank voor dit uitgebreide interview. Wat voor ons heel belangrijk is geweest, is een goede arts gevonden. Wij zijn heel blij met het contact dat we nu met onze arts hebben. En met het contact van de ouders op de Facebookpagina. Dat je gewoon je vragen kunt stellen. Blijf niet met je vragen zitten. Want je wordt gewoon geholpen door anderen.